Suriname is a good place. When you come once, you will always want to come back. Because sweet na kontreji, go, ma isa kombaka. De ambassade van Indonesië in ons land heeft in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken een capacity building programma georganiseerd. Dit programma dat op maandag 16 september in Courtyard by Marriott van start ging, duurde tot en met woensdag 18 september 2019. Tijdens deze meeting kregen entrepreneurs onder meer tips over hoe hun onderneming naar een hoger niveau te tillen. Daar het allemaal wist, vele trainingen gezien, maar dit was weer een andere. Dit was eentje die een stuk levendiger is en veel interactie tussen de participanten. Het was meer een workshop en ik heb eigenlijk, zit dicht bij de 20 jaar, ben ik ondernemer. Ik heb genoeg nieuwe tips en tricks geleerd om dingen beter te doen. Alles wat ik vandaag, al die drie dagen heb meegekregen, dat ik het ga toepassen. En een van de belangrijkste wat ik heb geleerd hier is teamwork. Snap je? Want als je een bedrijf hebt en je hebt arbeiders, wil je meestal niet luisteren naar wat ze eigenlijk te zeggen hebben. Maar hier heb je geleerd van om dat te doen. As I indicated during the opening session, that you should squeeze your trainers. So you know, I urge you to pour the knowledge that you have gained into others within your community, within your business, within your organization, but within our country and the borders beyond. Only by working together we can achieve sustainable development and ensuring that no one is left behind. Not one Surinamese should be left behind. And Mr. Ambassador, ladies and gentlemen, as you can see by the variety of participants of different walks of life, we have been able to share in a very lively and open way in a diverse manner and a diverse audience, knowledge accessible to all. For those already involved in commercial businesses, I'm convinced that you have been provided with different tools to manage your ventures more effectively and efficiently. And I believe that your products then will also improve. Additionally, government officials, especially the ones from foreign affairs, I want to see something coming out of your fingers. This will definitely contribute to the sustainable contribution to the issue that needs to be addressed and advance the implementation of the sustainable development goals. It's about human beings, it's about development of our country and those in the most inner parts of this nation. Special gratitude. In this connection, I would like to once again express our thanks to the Minister of Foreign Affairs of Suriname and all related officials for their continuing support for this program. Thanks also goes to the speakers, Mr. Bido and Ms. Ola. Thank you for sharing your knowledge to the participants. For us, not only that you serve your role as trainers, but more than that, you certainly contribute in strengthening the relation between our two countries. Furthermore, I also want to thank my colleagues from the Ministry of Foreign Affairs for their hard work preparing and executing this program. All of you have done a terrific job, and you too deserve a big hand of applause.
Dan moet ik zeggen, een van de dingen die ik sowieso ga doen. Als eerste, ik ben een beetje teamplayer. Het is niet allemaal, ik heb het gedaan. Maar ik hou ervan, als iedereen die samen in de organisatie werkt, dat we samenwerken naar een... dingen brengen naar een hoger niveau, allemaal op één lijn zitten. En dat kwam hier sterk naar voren. Bijvoorbeeld het Canvas model, zoals de trainer die heeft gepresenteerd aan ons. Die ga ik toepassen. Een hele leuke manier om echt actief te participeren met je werknemers. Ik verwacht meer van zulke workshops, want dan kunnen we eruit leren. Het is wederzijds, maar dit stukje is een eye-opener voor de mensen die ondernemen. Hoe je het moet doen en wat je moet doen en hoe je ermee omgaat. The longer.